De Tweede Kamer wil dat meer hogescholen en universiteiten het voorbeeld van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaan volgen. Eerder dit jaar zijn de HAN en de Radboud Universiteit in Nijmegen een proef gestart om de collegetijden aan te passen om op die manier de drukke ochtendspits te ontlasten. Op de campus in Nijmegen studeren meer dan 40.000 studenten en dat leidt tot overvolle treinen en bussen in de ochtendspits. Daarom hebben beide instellingen vorig jaar besloten om de aanvangstijden van de colleges en lessen meer op elkaar af te stemmen. De ochtendcolleges van de Radboud Universiteit begonnen vanaf september om 8:30 en die van de HAN om 9:00.